Je knippert of niet? Wat up, morgens? Het is weer zo'n video waarbij jij denkt, oeh, dit had ik helemaal niet nodig. Nou, ik ga hem toch maken, want een aantal van jullie die zullen deze wel nodig hebben. Dames en heren, ik krijg af en toe de vragen van, morg, ik wil streamen, ik heb geen setup, ik heb niks, ik heb geen pc, ik heb fucking niet zo'n kamer, ik heb geen bureau, ik heb niet eens schoenen. Denk van, wat heeft dat met streamen te maken? Uiteraard weten jullie dat ik samenwerk met Asus ROG en deze video is ook een samenwerking om te laten zien hoe makkelijk het streamen is en wat voor enge notebooks deze mensen verkopen, morgs. Jawel. Check de links in de beschrijving, neem een kijkje en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Vandaag gaan we kijken naar hoe jij het makkelijkst een streaming setup kan opzetten met de dingen die jij waarschijnlijk al hebt. En waarbij jij dus een snelle start kan maken in het streaming wereldje. En dat jij wellicht misschien vanavond al een stream eruit kan knallen. Ben je klaar? Laten we dan kijken wat je precies nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. Als allereerst. Een laptop, morgs. Tegenwoordig hebben best wel veel mensen een laptop. Dit is natuurlijk echt een beest van een ding. Dit is de Asus Zephyrus GX701. Hier zit echt zieke component in. Deze zit wat hoger in de prijsrange. Maar Asus heeft natuurlijk veel meer laptops waarop jij zou kunnen focussen. Check in de beschrijving om doorgelinkt te worden naar alle laptops die mogelijk zijn. Dan gaan we verder. Laptop, check. Een headset met een microfoon om te praten tegen je chat. Altijd belangrijk. Een muis. Het hoeft niet per se een gaming muis te zijn, maar het is wel aan te raden. Dus ga daarvoor alsjeblieft. Voor de mensen die ook zichtbaar willen zijn in beeld, een webcam. Het is natuurlijk niet noodzakelijk, maar het voegt wel iets toe aan je stream. Een telefoon. En dan denk je van, waarom een telefoon? Maar daar ga ik zo meteen op terugkomen, oké? Dus jouw mobiele telefoon die jij hebt. Ik heb de Samsung S8. Nog steeds een hele chille telefoon. En als jij een telefoon thuis hebt, dan is er een 99% kans dat jij de functies hebt die ik ook heb. En die ik ook kan gebruiken. Dus ik ga jou laten zien hoe je dit ding gaat gebruiken om ook beter te kunnen streamen. En als allerlaatste, dames en heren, de onderkant van een stofzuiger uitschuifbaar. Jawel. Ik heb eigenlijk geen idee waarom je deze nodig hebt, maar het ziet er gewoon stoer uit als je zo streamt, denk ik. Stofzuiger, man. Claim die naam, joh. Ik ben bezig met de video en het regent hier hoerhard. Ik hoop niet dat jullie dat te veel horen op de video. Maar laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Ik bedoel, vind een plekje in je kamer en holy shit. Het spijt me zeer, jongens. Het spijt me zeer dat dit hoekje van mijn kamer en eigenlijk nog wel meer van mijn kamer is op dit moment een klein beetje muf. Maar binnenkort, echt heel snel, komt er een video dat ik mijn hele kamer op een andere manier ga fixen. Want... Maar goed, laten we verder gaan. Morgs. Wat hebben we nodig? Ik bedoel, jullie willen streamen. Jullie willen shit entertainen, toch of niet? Deze heerlijke laptop. Look at this, look at this. Deze leggen we... Bam, ja? We gaan heel snel beginnen. We gaan heel snel beginnen met streamen. There we go. We klappen deze open. Oké, ziet dit er goed uit? Hell fucking yeah. Dan pakken we deze telefoon. Die kunnen we natuurlijk ergens neerzetten waarvan jij denkt van... Ja, weet je wat? Ik leg hem gewoon hier neer op de grond. Maar weet je wat wij doen? Ik heb hier mijn kwast zitten. Fuck out. Kijk, hier zit zo'n dingetje. Die pak ik. Trek ik er eventjes af. Die plaats ik straks wel weer terug. Dit is zo'n car holder die ik op AliExpress heb gekocht. Alright. Deze beuken we hier neer. Klaar. Hij plakt. There we go. Onze telefoon. Magneetje aan de achterkant. Beuken hem hierop. Boom. Wow. Oké. Okay. Twee scherm setup. Oké dan. Wat doen we nu? Pakken de fucking webcam, yo. En als je geen webcam hebt, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar iedereen heeft wel een webcam thuis tegenwoordig, denk ik. Nou, die zetten we er zo op. Webcam die staat. Veel laptops hebben natuurlijk al een webcam in de laptop zitten. Deze heeft dat helaas niet. There we go. Alright. We zijn al bijna klaar met de setup om te streamen, man. Hier, beuken we deze aan de kant. Muis. Holy shit, we zijn al bijna klaar. We zijn al bijna klaar. We pakken even een headset erbij. Boom, headset. Oké, als hij bedraad is, het maakt niet uit. Als hij maar een microfoon heeft. Alright. Heeft deze microfoon? Hell yeah, hij heeft een microfoon. Is hij draadloos? Oh ja, zeker, hij is draadloos. Dus we fixen hem, we sluiten hem aan. Dames en heren, dit is de fucking setup. We beuken dit ding aan. Boom! Alright, de notebook staat aan. We hebben een headset hier liggen. Dames en heren, deze hebben we nodig. Waarom hebben we deze nodig? Precies. Voetstappen horen van de enemies. En met een mic om te praten tegen je chat. Dan hebben we hier een gaming muis. We gaan bijvoorbeeld naar OBS. Ik heb ook een video gemaakt over OBS. Check ook de linkjes in de beschrijving als je wilt weten hoe jij je stream moet opzetten. Nieuwe scène aanmaken. Scène 2.
Nou, het is heel simpel. We beuken er even een videoopnameapparaat in. Ik heb hem al aangemaakt, een webcam. Dan zien we, wow, holy shit, morgen, let's go, man. Oké. Dan hebben we die al gefixt. Het is hier een beetje donker, maar dat geeft niet. Dus deze staat al. Dan voeg je hier nog bijvoorbeeld vensteropname of game capture toe. Als jij bijvoorbeeld aan het gamen bent, dan voeg je een game capture toe. En uiteindelijk kan je dus de game selecteren die daarbij hoort. Want hoe de fuck zie ik nou de chat en mijn donaties? Nou, daar gaan we de telefoon voor gebruiken. Zoals je hier ziet heb ik het al opgezet. Ik heb boven Twitch Mobile aanstaan met mijn chat. En met multi-window in een Samsung telefoon kan dat. En ik denk dat dat bij meerdere telefoons kan. Sowieso een Android. Apple weet ik eerlijk gezegd niet. En aan de onderkant gebruik ik TippyStream. En daarbij heb ik dus het venstertje aangezet. Waarbij ik dus zie wie als laatste heeft gesubbed, gedoneerd. Nou, dat heb ik dan allemaal aanstaan. En wie bits heeft gedoneerd. Dus als jij dit wilt zien, dan kan je dus een multi-window venstertje zetten. In principe heeft iedereen, bijna iedereen heeft wel een telefoon. Dus dit kan je heel makkelijk gebruiken. Je kan natuurlijk ook een tablet of iets gebruiken, dat is helemaal geen probleem. Maar daardoor hoef je niet gelijk een tweede scherm te kopen, want vaak hebben mensen gewoon een telefoon op zich. En dit is gewoon een super kleine, maar fucking mobiele streamstation, morgs. Dit is het streamstation wat ik zou meenemen op reis. Misschien met een tablet in plaats van een telefoon, maar dit is hoe ik zou streamen, man. Zoals ik al zei, morgs, streamen en een setup daaromheen fixen kan natuurlijk lastig zijn als je natuurlijk een super zieke setup wilt met 1500 schermen, zoals ik heb bijvoorbeeld. Ik heb er maar 4, maar ik noem het 1500. Dan is het natuurlijk wat lastiger om daar in één keer in te stappen, maar het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ga gewoon op zoek naar de dingen die je hebt. Heb je een desktop thuis staan, fix die. Heb je een notebook thuis staan, pak die erbij. Maak een setup, telefoontje erbij, headset, muis, webcam en je bent klaar, man. Het hoeft niet moeilijk te zijn om te beginnen. En dat is wat ik jullie wil meegeven, ouwe. Ga niet alleen maar naar wensen en naar doelen toe die onmogelijk zijn. Vandaag al kan jij beginnen. Vandaag al, als jij denkt van ja, ik wilde altijd al een keertje gaan streamen. Ik vind het moeilijk, want ik heb geen budget. Kijk om je heen. Wat heb je wel? En ga dat dan gebruiken, morgens. Dank jullie wel voor het kijken. Voor de toffe video om te maken, om ook jullie verder te helpen. En natuurlijk om wat meer inzicht te geven in hoe je een mobiel streamstation heel makkelijk kan opzetten. Shoutout naar iedereen. Vond je dit een leuke video? Gooi dan dat duimpje omhoog. Subscribe op morgen. En we fucking out, man.